op zo dat mensen die dit zien, dat ze er gewoon voor gaan zorgen dat ze hun hond gewoon niet meer achterlaten in de auto. Ik sta hier op parkeerplaats De Kouw bij de Wassenaarse Slag. De parkeerplaats die als een van de eersten een bord heeft geplaatst om je hond mee te nemen uit de auto. Want heel veel mensen laten nog hun hond achter in de auto en dat is gewoon niet oké. Een hond kan overlijden binnen 10 tot 30 minuten. En om dat aan te tonen ga ik hier niet lekker een dagje naar het strand, maar laat ik mijzelf opsluiten in die auto. Hoe vaak komt dat eigenlijk nog voor? De meldingen zijn tientallen per jaar en het aantal dode honden varieert tussen de 5 à 10. Je laat je hond gewoon niet achter in de auto, dat is gewoon sowieso een no-go. En als je het ziet als burger, dan moet je echt in actie komen. Ja, en hoe doe je dat? In actie komen is 144 bellen, dus dat is de dierenpolitie. En in overleg met de politie kan je gelijk vaststellen hoe erg is het. Of jij al de ruit in kan slaan of dat de politie komt om het zelf te doen. Maar in heel veel gevallen zal je van de politie een soort vrijbrief krijgen. Sla de ruit maar in, want binnen een half uur is het gedaan. Elke hond die overlijdt is te veel. Ja, absoluut. Dus dat is, en het is een verschrikkelijke dood. Ja, en vandaar dus ook dat bord waarbij jullie aangeven van haal je hond uit de auto. Ja, een kind laat je ook niet in de auto zitten. Nee, precies. Waar denk je dat ik het meeste last van ga krijgen? Ik denk dat je een beetje algehele zwakte en matheid gaat voelen. Vervolgens zul je toch wel last krijgen van hoofdpijn. En ik denk dat je dan op een gegeven moment ook wel de misselijkheid gaat ervaren. Veel verder denk ik niet dat we het moeten laten komen. Want dan kom je al in de gevaarzone, zeg maar. Dan ga je echt naar de vervelendere, moeilijk omkeerbare dingen toe. Een hond koelt af via de bek en via de voetzolen. Dus ik ga eerst een trui aantrekken. En dan pas ga ik in de auto, zodat ik iets minder voordeel kan hebben van mijn zweet. Want een hond heeft dat natuurlijk ook niet. Nou, daar zit hij. En ik zit hier nu 2 seconden binnen en het is gewoon nu al warm. Ik ga het mezelf even wat comfortabeler maken. Net zoals een hond natuurlijk. Ik vind het natuurlijk ook fijn om lekker een beetje te liggen zo. En ik beweeg een klein beetje. En dit is al vermoeiend. En je hoort het misschien al, ik hijg nu al en het is niet wat ik overdreven nu probeer me aan te stellen. Maar dit is gewoon al warm. Ik voel nu al het zweet uitbreken, zeg maar. Zweet probeert mij koel te houden, wat honden helemaal niet hebben. Maar ik voel wel dat ik het heel erg benauwd heb hier. En dit is dan een mens, maar stel dat het een hond is. De gemiddelde temperatuur van een hond ligt zo rond de 38, 39 graden. En bij 42 graden, dus 3 graden erbij, wordt het bloed al heel stroperig. Dus dan gaat dat niet meer door zijn hele lichaam heen. We zijn nu 5 minuten verder, dus in het geval dat het een hond zou zijn, zitten we al, gezien de hitte van vandaag en in de auto, aan een kritiek punt. Ja, als mens heeft hij iets meer krediet. Hij komt natuurlijk van 37 af. Dus hij heeft iets meer compensatiemechanismen als een hond. Dus hij kan snel makkelijker zijn warmte kwijt. Ik krijg een drogere mond, nu al. En het is ook mooi weer buiten. En dan zit je dan hier in de auto. Maar ik voel wel dat mijn lichaam hard aan het werk is om me koel te houden. Het is wel zwaar, kan ik je eerlijk zeggen. We zijn nu 15 minuten verder. De temperatuur is inmiddels gestegen naar 40 graden. En je ziet dat de luchtvochtigheid blijft een beetje steken op 45. Dat is net iets hoger dan net. Je zou misschien wel denken, van, de thermometer staat in de zon. Nee, die staat gewoon in de schaduw. Kijk, het is, vooralsnog heeft hij zelf het idee dat hij vindt dat het wel goed gaat. Alleen, we moeten hem wel strak in de gaten houden. Ja. Je moet niet heel erg gaan veranderen. Nee. Nou, wat me wel opvalt is dat hij zijn armen niet meer optilt. Ik vind hem, het was een man die veel praatte met zijn armen en dat hij hem nu laat liggen. En dat hij alleen nog maar zijn hand en zijn pols omhoog doet. En verder gaat hij zijn hoofd veel vaker neerleggen om een soort algehele zwakte die langzaamaan op begint te trainen. Wat je bij een hond ziet is dat ook een hond wordt suffer. Die kan gaan braken. Vrij snel zullen ook zijn organen 1 voor 1 uit gaan vallen. En hij gaat steeds verder hijgen. Nou, Arvid laat zijn hoofd dan hangen. Maar in het geval dat het een hond zou zijn, gaat die hond gewoon helemaal gevloerd. Ik hoop zo dat mensen die dit zien, dat ze er gewoon voor gaan zorgen dat ze hun hond gewoon niet meer achterlaten in de auto. We zijn nu 20 minuten voorbij. De temperatuur is alweer gestegen naar 22, 22, 22,
Oké, lekker. Ja, 42,8. En de luchtvochtigheid is gewoon een beetje hetzelfde gebleven. Oververhitting. Nou, dat is leuk. Ze zijn allebei uit. Dat de GoPro's het net hebben begeven, dat zegt eigenlijk al genoeg. En je ziet de temperatuur, zie je gewoon lekker omhoog gaan. 44 graden. Maar alleen al praten, alleen gewoon een beetje woorden uitkramen. Dat is nu al zwaar. Langzaamaan voel ik nu een nieuw verschijnsel ontstaan. Druk op het hoofd. Net alsof iemand je hoofd zo vasthoudt en zachtjes duwt. Lichte druk op mijn borst. En ik moet zwaarder ademen om aan mijn zuurstof te komen. Nou, als we nu doorgaan, dan gaat hij de volgende fase in. Dan wordt het echt gevaarlijk. Dan gaat hij schade oplopen. Dat kunnen we echt niet hebben. Dat willen we bij de hond niet, willen we bij Arvid ook niet. Nee, zeker niet. We gaan niet. Hem eruit halen. Let's go. Oké. Okay. Nieuwe tijd. Kom eruit. Weer even op de rand blijven zitten. Ik kan een beetje flauw voor gevoel krijgen. Blijf even zitten. Okay. Wow. Ja, oh, dit is niet oké. Okay. Nee. Oh, die had niet zien aankomen. Ik voel nauwelijks mijn vingers. Probeer even rustig door je neus in te ademen, door je mond weer uit. Even vasthouden tussendoor. Even inademen, twee stellen vasthouden. En dan... Met tanden tintelen. Druk op de borst. Je bent gaan hyperventileren. Ik had het niet verwacht. Ik ben enorm geschrokken. Ik dacht dat ik het veel beter vol kon houden. Ik hoop dat het boodschap duidelijk is. Dit is geen toneelspel. Haal die hond uit de auto. Doe het gewoon niet.